Maar wat denk ik heel mooi is en wat we heel goed gedaan hebben, is dat we in twee windows heel veel spelers hebben laten gaan. En ik denk dat niemand uitgezonderd, iedereen vindt dat Feyenoord de afgelopen zomer sterker op geworden is. En ook deze winter er sterker op geworden is. En dan te bedenken dat we hetzij minder of om en nabij hetzelfde geld uitgeven dat we vorig jaar gedaan hebben. Dus dan is dat een groot compliment. Het is natuurlijk heel makkelijk om je selectie te versterken als je gewoon achter elkaar geld uitgeeft. Maar wij doen dit toch binnen het budget zoals die er de afgelopen jaren geweest is. En dat is denk ik de knapste prestatie, dat je dus niet meer geld uitgeeft dan andere jaren. Sterker nog, misschien wel minder. En dat ook een gedeelte van het geld gegaan is aan het verlengen van voor ons belangrijke spelers. En dat het ons desondanks gelukt is. Dat is in ieder geval in mijn mening, maar volgens mij wordt dat gedeeld door heel veel mensen. Wij er wel kwalitatief sterker op geworden zijn. Dus dat is denk ik de grootste prestatie, dat je dat doet zonder dat je meer geld uitgeeft dan andere jaren. Arne, goedemiddag. Ik wil graag over het menselijke beginnen. Het nieuws wat heel de club natuurlijk heeft geraakt recentelijk. Het overlijden van Wim Jansen. Heb jij met hem te maken gehad in jouw korte periode hier ook? Nee, helaas niet, moet ik zeggen. Omdat ik pas geleden bij Feyenoord TV ook gezegd heb dat twee van mijn collega's, Robin van Persie en John de Wolf, heel hoog over hem opgaven. In de eerste plaats als mens. Maar daarnaast ook als iemand die ontzettend veel voetbalkennis heeft, daar ook uitgewerkte ideeën over heeft. En zij hebben meerdere keren enorm interessante gesprekken met hem gehad. Maar helaas stond zijn gezondheid het afgelopen jaar, half jaar niet toe om voor mij om hem een keer te ontmoeten. Ja, prachtig eerbetoon voor hem bij deze club. Maar in heel het land gaat dat dit weekend plaatsvinden. Dat lijkt me mooi. Ja, en niet meer dan verdiend, denk ik. Ik zag zijn prijzenlijst voorbij komen. En wat hij ook voor het Nederlands elftal dan nog aan prestaties gehad heeft. Ja, dat is enorm indrukwekkend. Dat hij zoveel prijzen heeft gewonnen en zo'n geweldige carrière heeft gehad. En daarna, en dat is dan met name Feyenoord gerelateerd, maar ook bij Celtic kreeg hij een fantastisch afscheid. Als trainer en in andere functies ook nog een fantastisch succes heeft behaald. Ja. Ook hier rondom Feyenoord-Sparta, de wedstrijd van dit weekend. Eindelijk weer wat publiek erbij, maar wel slechts een derde van die Kuip gevuld. Hoe sta je daarin? Ja, dubbel. We smachten er echt naar dat er wel weer mensen bij zijn. Dus in dit geval is dat een derde. Dat is uiteraard beter dan niks. Maar nog altijd ook wel teleurgesteld dat het maar een derde is. Want ik denk dat onze seizoenkaarthouders, überhaupt onze supporters, het al veel te lang moeten missen. En dat je dan nu maar weer een gedeelte van je seizoenkaarthouders, een gedeelte van je supporters blij kan maken met de wedstrijd te bezoeken. Ja, dat is in eerste plaats voor die mensen zelf hartstikke jammer, maar ook voor ons. Want ja, we weten, en ik heb het gelukkig al een paar keer mee mogen maken, hoe mooi het is om in een volle Kuip te spelen. Maar ik zei dubbel, omdat ja, ik weet ook hoe ellendig het is om in een lege Kuip te spelen. Dus het is in ieder geval alweer leuker dat er mensen bij zitten. Maar ik mag toch hopen dat we heel snel naar een grotere bezetting gaan dan een derde. En dat lijkt me, zonder dat ik op de stoel van andere mensen wil gaan zitten, maar gezien alle ontwikkelingen, ook iets wat bijna niet anders meer kan volgens mij dan dat op zeer korte termijn gaat gebeuren. Er was een interlandbreak, maar de meeste internationals heb je gewoon bij je gehad. Hoe zijn die trainingsdagen, die trainingsweken geweest de laatste twee weken? Ja, goed. Maar dan zeg ik gelijk dat de twee weken voor Vitesse ook heel goed waren. Dus helaas kun je niet altijd, zeker als het op de korte termijn resultaat gaat, niet de directe verbinding zien tussen goed trainen en een goed resultaat. Maar we hebben heel goed getraind. We hebben ook een hele goede oefenwedstrijd gespeeld. Waarbij wij wel zo'n beetje met onze beste elf speelden. Vitesse de hele achterhoede miste. Maar dat was wel, werd wel heel goed gevoetbald in ons met een mooie 6-2 overwinning daarbij. Dus dat gaf ook weer veel vertrouwen. En dat hadden we ook al vanuit de wedstrijd van NEC. Dus we zijn goed aan het trainen. Het is mooi om te zien. De groep is natuurlijk behoorlijk veranderd. Wat dat ook nog weer gedaan heeft met dat de kwaliteit in mijn beleving nog weer verder omhoog gegaan is. En dat zie je dus ook op het trainingsveld terug. Is iedereen fit? Nee. We missen sowieso, want die ging vandaag naar huis toe met een positieve test, Reece Nelson. Dus die zal sowieso niet bij zijn. Nou ja, morgen
moeten de overigen natuurlijk getest worden. En een speler die gewoon ook, maar dat wisten we toen we aantrokken, nog een tijdje nodig heeft. Dus dat hoef ik ook niet elke keer te zeggen. Maar is Philipsen, die zal morgen er ook nog niet bij zijn. Ja. Overmorgen, sorry. Ja, waarom wilde je hem graag aan de selectie bij Feyenoord toevoegen, Sendler? Nou, in de eerste plaats wilden we nog wel graag een verdediger toevoegen. Omdat we daar wel wat smal zijn. En als dan een kans als deze voorbij komt, een speler die, mits die fit is, eigenlijk aan alle voorwaarden voldoen die je wil bij een club die het voetbal speelt zoals wij dat spelen. Namelijk heel comfortabel aan de bal, een goede inspeelbasis, snel, groot. Ja, en je kan hem onder deze voorwaarden vastleggen, dan is dat voor beide denk ik een win-win situatie. Maar het begint er wel mee dat we eerst moeten zorgen dat we hem opbouwen. En daar moeten we niet te gehaast doen, daar nemen we ook echt goed onze tijd voor om te zorgen dat hij dat hij ergens de komende weken een keer klaar zal zijn om minuten te gaan maken. Ja, en dat is dan eerst waarschijnlijk bij een... dat zal niet meteen bij het eerste zijn als invalbeurt met zijn geschiedenis nu. Ja, dat is moeilijk te zeggen aan de voorkant, want je weet nooit wat er gaat gebeuren met blessures, schorsingen, COVID. De meest logische zou zijn dat hij natuurlijk eerst in een oefenwedstrijd zijn minuten maakt. We hebben er inmiddels eentje vastgelegd. Ik weet niet of dat voor hem al te vroeg komt. Maar bij deze, we zijn al op zoek naar nog wat oefenwedstrijden in de maand februari en maart. Dus als ploegen dit horen die er ook naar op zoek zijn, dan kunnen ze bij onze teammanager mooi. Ja. Ben je überhaupt tevreden, want hij is natuurlijk niet de enige versterking van deze winter. Hè? Nu kunnen we er een lans op maken met wie er allemaal zijn gekomen. Ben je tevreden met de selectie zoals die er nu staat? Ja, maar dat was ik ook al hoe die er voor de winterstop eruit zag. Maar wat denk ik heel mooi is en wat we heel goed gedaan hebben, is dat we in twee windows heel veel spelers hebben laten gaan. En ik denk dat niemand uitgezonderd, iedereen vindt dat Feyenoord de afgelopen zomer sterker op geworden is. En ook deze winter er sterker op geworden is. En dan te bedenken dat we hetzij minder of om en nabij hetzelfde geld uitgeven dat we vorig jaar gedaan hebben. Dus dan is dat een groot compliment. Het is natuurlijk heel makkelijk om je selectie te versterken als je gewoon achter elkaar geld uitgeeft. Maar wij doen dit toch binnen het budget zoals die er de afgelopen jaren geweest is. En dat is denk ik de knapste prestatie, dat je dus niet meer geld uitgeeft dan andere jaren. Sterker nog, misschien wel minder. En dat ook een gedeelte van het geld gegaan is naar het verlengen van voor ons belangrijke spelers. En dat het ons desondanks gelukt is. Dat is in ieder geval in mijn mening, maar volgens mij wordt dat gedeeld door heel veel mensen. Wij er wel kwalitatief sterker op geworden zijn. Dus dat is denk ik de grootste prestatie, dat je dat doet zonder dat je meer geld uitgeeft dan andere jaren. Heb jij al de knoop doorgehakt welke van die nieuwkomers, want volgens mij mogen er maar 3 ingeschreven worden, je ook in de Conference League gaat meenemen? Ja, dat heb ik. Ja. En welke 3 zijn dat? Dat was die vraag had ik voor. Dat zijn Patrick Walemark, Jorrit Hendricks en Philip Sendler. Over de wedstrijd zelf dan nog, tenslotte. Want daarvoor staan we eigenlijk hier natuurlijk. Ik denk dat eerder dit seizoen op het kasteel heeft laten zien dat, ook al staan ze laag dit seizoen op de ranglijst, Sparta een geduchte tegenstander kan zijn. Of neem je niks mee terugkoppelend naar die wedstrijd eerder? Ja, zeker wel. Omdat ik denk dat dat de manier van spelen is die Sparta ook in deze wedstrijd weer zal toepassen. Waar het niet dat ze natuurlijk, net als wij, maar zij misschien wat meer ook. Ik denk dat er meer spelers die zij hebben aangetrokken in de basis te zien zullen zijn dan bij ons. Ook zij hebben dus in de winter een aantal versterkingen er nog bij gekregen. Maar de manier waarop ze destijds tegen ons spelen is wel een manier die ik eigenlijk nu ook verwacht. Omdat het ook de manier is waarop Henk Vrezen zijn teams daarvoor ook altijd tegen mijn teams liet spelen. Dus uiteraard nemen we dan die wedstrijd daarin wel mee. Ja.